de laatste voorbereide video. De laatste keer dat jullie dit shirt zien. Hopelijk. Ik hoop niet dat als ik dan thuis kom dat ik denk, hey, ik doe de shirt weer aan. Dan kunnen jullie mij... Goed. Vandaag gaan we iets doen. We hebben gisteren hebben we de duurste Nederlandse transfer besproken. Dat ging al door rond de 30 miljoen en op het hoogst 80 miljoen. Precies zijn 85 miljoen. Vandaag gaan we naar de duurste transfers ooit kijken. Dus, heb je daar nou zin in? Hey, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer voor meer van dit soort leuke video's. En voor FIFA streams vanmorgen de grote vakantievlog. Tenminste, ik hoop dat ik hem dan klaar heb. Ik ga proberen, jongens. Laten we gewoon gaan beginnen met de nummer 10. Laten we bij nummer 10 gewoon gelijk beginnen met iemand die compleet is geflopt. En hij is voor 100 miljoen van Manchester United naar Real Madrid gehaald. Gareth Bale, 100 miljoen, heel veel geld. Er was laatst een keer uitgerekend hoeveel zijn doelpunt kost. Ik geloof iets van een half miljoen per doelpunt. Ik geloof dat het 750.000 euro kan ook. Ja, dat is heel erg veel. En hij staat op de tiende plek, hè, met 100 miljoen. En de Nederlanders, die Van Dijk, die stond, ik geloof, op de... Ik zag het net, hoor. 15e plek, geloof ik. Dus, ja. Bill staat gedeeld 8e, dat moet ik wel zeggen. De 8e plek, tot en met de 8e plek, is precies 100 miljoen. Dus laten we doorgaan naar de nummer 9. Op nummer 9, iemand die niet is geflopt. Nou ja, eigenlijk wel. Hij is, nou ja, niet geflopt. Ja, hoe moet ik dit nou uitleggen? Ook voor 100 miljoen Cristiano Ronaldo van Real naar Juve. Zijn transfer van United naar Real was 94 miljoen. Dus die staat net niet in het rijtje. Dat is namelijk de 11e transfer. Ja, bij Juve nog niet een Champions League gewonnen. Dat wilde hij dit seizoen gaan doen. Grote kans dat dat gaat gebeuren. Dus... ja, ik kan er nog niet zoveel over zeggen. En dat geldt precies hetzelfde voor de volgende transfer op nummer 8. Op nummer 8, de eerste transfer van deze transferperiode. En er gaan nog een paar volgen. Namelijk Eden Hazard van Chelsea naar Real Madrid voor 100 miljoen euro. Ja, bizarre transfer. Ook weer heel veel geld. Hè? Dit zijn echt 10 hele dure transfers. Hebben ze wel, deze transfers zijn ongeveer van maximaal 3 jaar oud. Dat zegt al wel wat hoe de voetbalwereld is ontwikkeld. Want er staat hier geen Pelé, Maradona, Cruyff. Staan er allemaal niet in. Het zijn allemaal spelers die nu nog spelen. Dat zegt wel wat over wat er de laatste jaren is gebeurd met de transfermarkt. Goed. Hazard op nummer 8 van Chelsea naar Real met 100 miljoen. Laten we doorgaan naar de nummer 7. En op nummer 7 heb ik Paul Pogba, namelijk met 105 miljoen. Hij ging van Juve naar United, bij United. Beetje geflopt. Dat kwam ook wel door Mourinho. Ik denk als daar gewoon een voetballende coach had gezeten, dat hij totaal niet geflopt was. Maar hij is toch wel een beetje geflopt. Er zijn geruchten dat hij binnenkort naar Real gaat. En dat zou ook, die zou ook in deze top 10 komen te staan. Voor nu moet hij het doen met deze mooie 7e plek qua waarde, jongen. 107 miljoen, dat is toch wel 105 miljoen, sorry. 105 miljoen, dat is toch wel wat geld. We gaan naar de nummer 6. Op nummer 6 nog een Fransman. Vive la France. Ook voor 105 miljoen. Van Borussia Dortmund naar Barcelona. Namelijk Ousmane Dembélé, en die is wel geflopt. Daar kunnen we toch eigenlijk wel Barça van hem af. Hij is wel een beetje geflopt. Een grote kans dat hij wordt opgenomen in de deal met Neymar van Barça. Want ja, hij heeft wel heel veel waarde en 105 miljoen. Ja, verlies eigenlijk. Want hij heeft niet veel gebracht dit seizoen. En wat hij heeft gebracht, hij speelde wel een paar goede wedstrijden. Maar eigenlijk te weinig om echt te brengen wat hij moet brengen. Dus ja, 105 miljoen. Verkloot Barça, gewoon verkloot. Ja, naar nummer 5. Op nummer 5 ben ik toch wel een beetje trots, hoor. Ja, ik weet niet.
Ja, ik weet niet of ik er trots over mag zijn. Daar staat mijn favoriete speler op. Met 120 miljoen van Atletico naar Barça. Namelijk Griezmann. Hoe jij hem maar wilt noemen. Het mag allemaal 120 miljoen, hè? Dat is veel geld. Heel veel geld. Griezmann, ja, 120 miljoen is hij daar waard. Dat moeten we gaan zien. Hè? Ik denk dat hij dat wel waard is. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat hij... Ja, eigenlijk is het absurd dat je zoveel geld in een speler pompt, natuurlijk. Maar goed, we gaan weer door naar de nummer 4. En op nummer 4 staat Coutinho. Ook met een 120 miljoen van Liverpool naar Barcelona. Speelt niet zo heel erg veel. Wat hij speelt, speelt hij wel redelijk goed. Coutinho wordt ook gezegd dat hij in het bot wordt opgenomen met Neymar. Ja, dat zie ik op zich ook wel gebeuren. Ja, wat moet ik hierover vertellen? We gaan nu toch naar de nummer 3. En die is ook van deze transferperiode. Dit was een gevolg van de transfer van Griezmann. En daardoor is João Félix met 126 miljoen euro de op 2 na duurste transfer alle tijden van Benfica naar Atletico de Madrid. 126 miljoen en hij is 17 jaar, besef. Als hij daar weet waar te maken, dan kan Atletico, hè, en hij weet door te groeien, dan kan Atletico hem misschien straks wel voor 200 plus miljoen verkopen. En dan komt hij nog hoger in de lijst. Dus op zich, als hij flopt, heb je heel veel verlies. Gaat het goed, heb je waarschijnlijk ook heel veel winst. Qua Felix, ja, toptalent. We moeten kijken, hij heeft nog maar een half jaar echt op het hoogste niveau gespeeld. Dus we moeten gaan kijken of hij het kan waarmaken. Ik hoop dat hij het kan waarmaken. Als hij het niet kan waarmaken, zou dat heel jammer zijn. We gaan door naar de nummer 2. En dan komen we nu toch echt bij de extreem grote bedragen. Want dit zijn al extreem grote bedragen. Maar er zit gewoon, ja, ik vertel zo wel hoeveel euro ertussen zit. Hoeveel miljoen euro. Hier zit, even rekenen, 54 miljoen tussen. 180 miljoen is er betaald. Hij was eerst uitgeleend van Monaco naar Paris Saint-Germain. En uiteindelijk verkocht voor 180 miljoen aan Paris Saint-Germain. Ja, het is niet zo heel erg groot benoemd, maar hij staat toch op de tweede plek met deze transfer. De nummer 1 is veel groter benoemd. Griezmann is veel groter benoemd. Pogba is heel groot benoemd. Hazard, Ronaldo, is allemaal heel groot benoemd. Maar dit bedrag is niet heel erg groot benoemd. En toch 180 miljoen. Mbappé, hij maakt het eigenlijk wel waar. Weet je, hij Neymar geblesseerd geraakt, Cavani geblesseerd geraakt. Was hij toch de man, ja, een van de weinigen die nog eens kon in dat elftal. Die er toch nog wel redelijk seizoen van heeft gemaakt. Ze zijn kampioen geworden wat ze eigenlijk, hallo, altijd worden. En alleen geen Champions League, hè. Dus daar wacht Paris Saint-Germain nog steeds op. En met dit soort aankopen hopen ze dat het nog een keer gaat lukken. Dan naar de nummer 1. Die kennen we allemaal. Toch hoop ik. Ik hoop dat we die allemaal kennen. De nummer 1 is 222 miljoen van Barcelona naar Paris Saint-Germain. Neymar. Ja, niet geflopt, maar ook niet extra. Ja, wel een beetje geflopt, hè. Veel blessures gehad, weinig echt gespeeld. Sinds hij bij Paris zit, echt veel blessures. Ja, hij wou onder de schijnwerpers weg van Messi. Nu wil hij weer terug. Maar ja, hij heeft toch dit record toch wel te pakken, hè. Dat zegt al wel wat. Als je dit lijstje kijkt, dan zijn het niet allemaal de beste spelers alle tijden. Hè? Want Messi staat hier niet, maar Messi die heeft maar één club gehad. Als Messi weg zou gaan, waar zou hij nou ongeveer staan? Ik denk dat hij dan op nummer 1 zou staan, als ik heel eerlijk ben. Nee, iets lager. Nummer 6, hij zou wel 105 miljoen moeten opbrengen, denk ik. Goed, dat is wat anders. Neymar is wil nu weer terug naar Barça en dat zou dan ook rond de 90 miljoen gaat kosten. Plus Dembele en Coutinho. Die allebei waarde hebben. Dan gaan we even kijken. Hoeveel leveren ze dan in? Dat is 125 miljoen. 125 miljoen plus 90 miljoen. Nou, heel veel geld. Neymar is de duurste transfer ooit. Maar dat wisten we wel.
Goed, hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vond je deze video leuk? Doe dan blauw duimpje omhoog. Geniet morgen van mijn vlog. Ik hoop dat die morgen online is. Anders is het echt een domper voor al mijn mooie kijkertjes. Ik hoop dat je hebt genoten van deze video's die ik van tevoren heb gemaakt. Want er heeft best wel wat tijd gezeten. Ik ben om 11:30 begonnen en het is nu 17:30. Dus ik heb de hele dag opgegeven voor jullie. Ik ga morgen lekker op vakantie. Ik wens jullie lekker plezier. En dan zie ik jullie morgen bij de vakantievlog. Eindelijk. Ja? Ja! Oké, ciao. Zoek het lekker uit met je hele handel. Nou ja, wel te bedankt en wel te rusten. En tot morgen of niet?